Ja, we zijn hier met een nieuwe video. Geen reaction video, ook niet. Zo fucking, het is geen nieuws waarvan je zegt, yo, dit konden we erbij hebben, want dit is motiverend nieuws. Dit is leuk nieuws, hier zijn we koulo blij mee. Nee. Lil Davy is weg van Spotify. Ja. Dit is zo, ik heb gisteren, geloof het niet, ik heb hier gisteren een half uur om zitten janken. Want dit is echt bro, het kwam niet op een goed moment of zo. En ja, dit is echt, gewoon ik luisterde naar die man bijna elke dag man. Dit was echt fucked up man. Ja, als we nou naar zijn Spotify gaan, Lil Davy, ik kan het wel laten zien, check. Kijk, Lil Davy. Nog steeds, maar bro, er is niks. Ja, alleen die nummers op mijn albums nog, maar er is helemaal niks. Ja, dit is echt, dit doet mijn hart echt pijn, man. Dit doet mijn hart. Dit breekt mijn ziel echt, man. Dit is fucked up. Dus, kijk, en ik heb hem al een beetje gesproken hierover, want hij ook mijn moeder belt. We nemen hem op. Hoi, man. Dat was mijn moeder. Shout-out naar mijn moeder. Dat laat ik erin. Maar ik heb Davy al gesproken. Even kijken. Dus ik vroeg zoiets aan hem en toen zei hij, ik heb slecht nieuws. Spotify, Lil Davy account gaat verwijderd worden. Toen ik dat las, ik kreeg een mental breakdown. Het ging niet goed, man. Het ging niet goed. Maar hij heeft wel gezegd, en dat vind ik wel legendary van hem, hij gaat wel door met koulo muziek maken. En dat is echt gewoon, dankjewel daarvoor, nieuwe muziek. Ik moet eerlijk zijn, ik heb een tijdje geleden een paar nummers van hem gedownload via YouTube, omdat het gewoon koulo bangers zijn. En dat is me goed dat ik dat gedaan heb, want nu kan je niet meer luisteren. En wow, ik wil vragen, het doet mij oprecht, het doet me pijn in mijn hart dat deze guy verwijderd is, en het is oprecht. En hij heeft gezegd dat hij tijdelijk op SoundCloud verder gaat. Bro, het is niet alleen fucked voor mij, maar het is nog meer fucked up voor hem, hè. Dus ik heb een vraag, man. Mocht ik, als hij iets erop wil om deze guy weer terug te krijgen naar waar hij was, gaan we een reactievideo openmaken als hij weer iets dropt. Dan ga ik checken. Als ik een reactievideo openmaak, ga het alsjeblieft weer, want deze man, hij werkt er hard voor, ja. Hij werkt er hard voor en dit is echt fucked up, man. Dus ja. Dit zou strafbaar moeten zijn, want dit zou strafbaar moeten zijn, want dit is echt fucked up, man. Ik luister er bijna elke dag naar. Ja, dit was even mijn zeikvideo. Ja, man. Mijn liedjes met hem zijn ook weg. Nou, fucking mood switch is weg, man. Fucking mood switch is weg. Fucking jelly beans, kip, burgers, stay connected. Lightskin, shardy, ze zijn allemaal weg, man. Oh, maar dat is niet eens het meest fucked up. Gewoon alles is weg. Niet alleen mijn liedjes met hem. Oh, dit is zo fucked up. En het ding is, ik las het terwijl ik bezig was met een artwork voor een nieuwe song van ons, man. Oh, is zo fucked up. Wow, Davy, als je dit ziet, love you. Ik zal je altijd blijven supporten, bro. Altijd. Dit is zo fucked up. Ik heb echt al over zitten janken gisteren, man. Het was echt, het was een kutdag gisteren, man. Ja, man. En dan word je vanochtend wakker en denk je, joh, even nog snel een paar nummertjes downloaden, is het al weg. Rest in peace, Wombat Mode, man. Rest in peace, Kip. Rest in peace, Steentje Zetten. Rest in peace, Watermeloenen, Marcello V3. Rest in peace, Alvin. Ja, man, ik spreek jullie soon. Oh, swag.